alleen maar zeggen Giro 797 voor alle hulp aan Armenië. Dus hebt u nog wat geld in een oude sok? 797. Er is geloof ik iets met het IJsselmeer nu. Hoe dat? Harman Siezen zei IJsselmeur. Dat schijnt verschrikkelijk te stinken. Het stinkt. Er is weer iets mis met het IJsselmeer. Dat blijft aan de gang. We hoorden dat Shamir Arafat Goebbels heeft genoemd. Het is moeilijk om te kwalificeren. Maar als we nu toch ook horen dat Rensch is opgepakt in Suriname op de verjaardag van de verklaring van de rechten van de mens. Ik weet het Surinaams voor godspen niet, maar zal Keek op de Week dan voorlopig tot we meer informatie hebben. Premier Lashmon, Bromsnor noemen? Bromsnor. En die was twee weken gaat geleden met die bloemen. Ja, allemaal. Die slingers moeten terug. Ja, wat het binnenlands nieuws betreft. Er zijn nieuwe visquota, maar die vormen een regelrechte ramp voor de Nederlandse poezen. Ja, het productschap spreekt van een tegenslag. Maar de tegenslag voor de poes is natuurlijk nog veel groter. Daar gaat Brax toch ook jouw poes? Nee, maar Brax is toch ook van de poes? Die is van de dieren en de huisdieren. Wat eet jouw poes? Kabeljauw. Kabeljauw, makreel, wijting. Maar geen school natuurlijk. Dus dat worden katten met gaten volgend jaar voor de goedkope de kabeljauw gaat er helemaal uit. Stikkende katten. Dus morgen voor de poezen inslaan. Makreel, kabeljauw in de vrieskist. Ik ga even kijken hoe het in onze zee is. Of dat al te zien is. Het is een vrij experimentele uitzending, omdat we op die Astra-satelliet zitten als een van de vier programma's die dat mogen uittesten. Ja, daar gaan ze. Hele scholen schollen, daar gaan ze al. Veel op de vlucht. Je denkt, de scholen nemen de daar kuiten. Gaan. Nemen de kuiten? Nemen de vinnen. Nemen de vinnen. Schieten de kuiten. Ja, de scholen schieten scholen, de kuiten, daar gaan scholen. Ze. Ja, begrepen. Scholen. De scholen, scholen schieten de kuiten. Nog even. U zag vorige week de Bullen van Berkel show. Dankzij een paar korte gedingen zijn we terug en heten we u van harte welkom bij Keek op de Week. Het is zeker een half jaar geleden dat ik voor het laatst een rode vuurtoren in handen had. Biljet van 250 gulden, ja. De biljetten van 1000 gulden, de zogenaamde groene Spinoza's, zijn behalve in de internationale drugshandel helemaal niet meer in het wild tegen te komen. Wat bleek deze week? Al die biljetten verdwijnen in oude sokken. En daarover een reportage van Bulle van Berkel. Een reportage over the poor man's Switzerland. Bulle, kom er maar in. Van Berkel. Ja, ik ben blij dat ik in deze opzet van Keek op de Week toch nog een bijdrage Bulle, luister, mag je zou je neerleggen bij de uitspraak van de rechter, nou niet gaan zeiken. Nee, oké. Kom. Goed. Ja. Sparen in een oude sok. Een evenoud verschijnsel dat we al kennen uit een toneelstuk als Lavaier van Jean-Baptiste Molière. Of uit een verhaal als Scrooge and Marley van de Engelse schrijver Bulle, Charles Dickens. Luister, research is prachtig. Oh, maar nee, ik dacht... Kom nou toch, Jos, schiet op. Ter zake. Het is Keek op de Week, ja. Ja, ja. Ja. Het moderne sparen in moderne oude sokken dreigt in Nederland uit te lopen op een regelrechte nationale ramp. Ook u bewaarde zo'n stiekem spaarcentje, meneer Van Andel. Ja, zo'n feit inderdaad. Had ik verdiend met behangen. Zwart behangen, neem ik aan. Nee, gebroken wit, even streepje, ruitje, wat de mensen maar willen hebben. Had ik bij elkaar, had ik dat dan verdiend, zo 's avonds. En dat had ik steeds gewisseld tot ik eigenlijk grote biljetten had. Zo groots mogelijke biljetten. Maar ja. Hoeveel was het bij elkaar, meneer Van Anden? Dat was 3000 gulden. Mevrouw en ik wilden altijd nog een keer naar drie landenpunten. Dat is eigenlijk een droom geweest van ons altijd. Dus ik dacht, 3000 gulden voor drie landenpunten, kan ik per land 1000 gulden wisselen. Maar ja, dat gaat nou allemaal niet door. En hoe bewaarde u dat geheime centje? In een sok. En die sok ging dan in de linnenkast waar u voor staat. Dat kan ik wel laten zien. Ja, ik wil even laten zien op de camera. Ja. Wil u de sok ook zien? Klaar. Oh, wacht. Nee, daar lag hij vorige week. Elke week deden wij hem dan op een andere plek natuurlijk voor de veiligheid. Juist, hier is hij. Nou, en dan zaterdagavond haalden mijn vrouw en ik de sok tevoorschijn. En dan konden we er echt zo boven wegdromen over die 3000 gulden en drie landenpunt voorstellen wat we zouden gaan doen allemaal. Maar het is nou een paar maanden geleden dat wij dachten dat het in onze ogen lag. Dat die slechter werden natuurlijk. Omdat die kleuren werden steeds fletser. Maar op het laatst was het grijs geworden van lichtgroen. En nou kijk, je ziet nou wat er gebeurd is. Het is volkomen pikzwart. Dus dat kennen we op onze buiken schrijven, dat drielandenpunt. Dat is de end of a beautiful dream. Geld bewaren in een oude sok kan heel gevaarlijk zijn, hè, meneer Goossens? En dom. Als je papieren biljetten bewaart in een niet-wollen sok, krijg je de grootste problemen. Dat komt door de verhoogde chromatide in de drukinkt van de nieuwe biljetten van 50 tot 250 en de laatste reeks van 1000 gulden.
Als je die bewaart in een sok waarin kunstvezels zitten voor meer dan de helft, dus 80-20, die verhouding staat op elke sok, 80-20, 55-45, 70-30, 60-40, heel gevaarlijk, dan gaat er een chemische reactie aan en dan verliest het bankbiljet op den duur zijn kleur. En dat wordt helemaal zwart, heel navrant in dit verband. Het wordt eerst zwart, maar bijvoorbeeld hebben wij als test een biljet van 1000... 5 jaar bewaard in deze sok. Op zichzelf een mooie sok, maar u ziet het zelf, 75% polyamide, 25% polyacryl. Dat zien we gebeuren. Het biljet verliest geheel zijn kleur. Kijk, en heel vaag er doorheen zie je nog de oorspronkelijke waarde schemeren, maar dat is natuurlijk niks meer. Van zwart wordt het wit en daarmee waardeloos. Zwart, wit, waardeloos. Ja, dit zijn ze, meneer Van Handel. Oerdegelijke Hollandse wollen sokken, hè? Daar moet het in. Ja, dan gebeurt er niks met uw spaargeld. Dan gebeurt er niks. Nee. Zo die huur kon je niet weten natuurlijk, hè? Het is jammer, hè? Potverdomme, kan je ze niet overnemen bij de TV? Nee. Het is volstrekt waardeloos geworden. 1000 gulden voor 3 biljetten, joh, kent u wel? Zo werkt dat niet, meneer Van Handel. Nee. Ja, cd-schijven, floppy disks, faxberichten en nu ook bankpapier. Vadertje moderne tijd doet zijn verwoestende werk. Hoeveel van het spaargeld al verloren is gegaan is niet bekend. Zeker is dat menig appeltje voor de dorst in menige linnenkast. Wormsteker, zo niet rot, ligt te verschrompelen. Dit was Bulle van Berkel met een wereldprimeur voor Cake op de Week. Goedenavond. Knaak, meneer Van Berkel, knaakie. Meneer Van Berkel, heb je niks te behangen? Laat er 1 miljard kwijt zijn. Durven de mensen niet mee naar de bank, want dan ziet de bank dat het zwart geld was. Hou je 14 miljard gulden over. Ja. Sparen, dat doe je voor later. Ja, hè? Niet voor nu. Maar wat is dat eigenlijk, later? Later is wij allemaal straks. Wij allemaal. Dat is later. Precies. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ons eigen later... Ja. Hangt nauw samen met ons aller later. Zoals tijd en ruimte. Tijd en ruimte kun je niet uit elkaar halen. Moet je maar eens proberen. Lukt je niet. Gek, hè? Dus je bedoelt op de dat van ons aller later... Moeder Aarde. In één ruimte zit... Ja. Met ons allemaal. Wij zijn... Terzelfde tijd. Dat bedoel je. Ja. In één ruimte... Omdat wij zijn een wolf, een geit en een kool. Oh ja, die. En we hebben één roeiboot. Ja. En dan moet je daar. Ja. Nou, probeer dat maar eens. Dus, in sprake van. Als je je geld in een oude sok bewaart voor later... Ja. Dan verzwak je daarmee de kwaliteit van ons aller later... Precies. Zodat we later allemaal de kous op de kop krijgen. Die beelden op het Paaseiland, die lange hoofden, die... Ja. Weten ze ook het naadje van de kous nog steeds niet van. Ja. Dus ik bedoel maar... Ik heb dat toch uitgerekend op mijn zakjapanner. Wat? Als je heel Nederland gifvrij wil maken, de Veluwe wil redden... alle zwakzinnigen, verslaafden, bejaarden... en alle minderheden en vluchtelingen goed wil verzorgen... dan heb je exact 14 miljard gulden nodig. Ja? Dus door dat stomme oppotten van u in die oude sokken... komt u aan mijn later en ons aller later. Zo is het. Ja, zo is het. Absoluut. Zo is het. Maar, Wim, dan heb je geen geld meer over om te sturen naar Armenië... en dan heeft alleen Nederland een later. En het later van Nederland... Dat is toch niet los te maken van het later van allemaal, van de hele wereld. Dat is toch niet ons eigen later alleen. Dat is de slak in de ton van Diogenes. Ja. Die kruipt s'nachts 2 meter omhoog en dan overdag zakt hij weer. Maar dan komen de haas en de schildpad langs. Nee, en dan kun je het wel vergeten. Toch? Maar dat zien we later dan toch wel? Op die manier. Dan zijn we eruit. Zo, dat ging nog snel. Waarom filmt u mij als ik vragen mag? Hè? Heb ik soms iets van u aan? Oh, u maakt sfeervolle beelden van de voorbereidingen voor Kerstmis. Dan moet u hier zijn. Ja, hier. Ziet u? Terreur van de middenstand. Vergeet u de lichtjes niet. Ja, wilt u even de lichtjes filmen? Ja, ziet u het? De verglittering van Kerstmis. Word ik mee geconfronteerd of ik wil of niet? Ik zou het liefst tot diep in januari binnenblijven. Maar ik kan moeilijk geblinddoekt boodschappen doen. Kerstmis is een intiem feest dat in huiselijke kring dient te worden gevierd. En is er geen huiselijke kring, zoals in mijn geval, dan dient het niet te worden gevierd. En toen ik nog les gaf
Vroegen mijn leerlingen dat ook wel eens op de laatste dag voor de kerstvakantie. Meneer, mogen wij kaarsen branden op de banken? Ik zeg, sinds hij verrukt geworden. Ik gaf een fikse overhoring, zware werter. Hier, dit is helemaal erg. Kijk, hier, die sterren voor de ramen. Wat is de bedoeling? Wat bedoelt men met zo'n ster? Hier binnen wonen gezellige mensen en de voorbijgangers zoals ik, die zijn niet gezellig. Is dat het teken? Wil men dat binnenshuis hangen, de gordijnen sluiten en de kerstster binnen hangen? Graag ja. De donkere dagen voor Kerstmis. De dichter Friedrich Hölderlin heeft het zo prachtig verwoord. Das Angenehme dieser Welt heb ik genossen. Die Jugendstunden sind wie lang verflossen. April und Mai und Julius sind ferne. Ich bin nichts mehr. Ich lebe nicht mehr gerne. Dat is ook Kerstmis 1989. Goedenavond. In zo'n nieuw jong team als Van Cake op de Week duurt het altijd even voordat mensen hun draai hebben gevonden, dames en heren. En het goede van die VPRO is nu juist dat de VPRO mensen de kans geeft om in hun rol te groeien. Harry F. Krille, je mag het nog één keer proberen. Kom er maar in. Hallo. Dag Harry. Ik weet gewoon dat een aantal reportages van mij is misgegaan, ook vaak door technische storingen, ja, dat buiten mijn schoot. Leg ik net uit. Ja. Maar ik geloof dat ik vanavond, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat ik vanavond een documentaire van je welste heb. Een culturele documentaire, namelijk over cultuur. Kijk eens aan, over cultuur. Dat is breed, Harry. Waarover? Nou, ik dacht ook omdat straks op Nederland 3 het portret van Gerard Reven komt. Ja. Dat Keek op de Week dat voor kan zijn door ook te komen met een portret van een schrijver. Oh, dat is leuk. Welke schrijver is het? Dat is de schrijver Wim de Bie. Dat is toch niet waar, hè? Nou, ik werd gevraagd, hoor. Ja, god, toch niet door ons? Nee, door Harry Krielen. Dat is toch inteelt, dat kan toch niet? Ik vond dat het wel kon. Hij deed het heel goed. Nou, als jullie uitgeruzied zijn... Goed, dan komt nu mijn documentaire. Het leven uit een dag van een schrijver. Of een dag uit het leven van een schrijver. De schrijver leeft zijn dag. En de dag schrijft zijn leven. En het leven schrijft de dag van de schrijver. Een prachtige documentaire van Harry F. Krielen. Nou, mijn werkdag begint 9:00 's ochtends. Ben ik dan heel punctueel in. Nou, een kater heb als een kanon, maakt niet uit. Ik maak op de randjes van de krant mijn eerste aantekeningen. De eerste aanzetjes, ingevingetjes. En dat doe ik met rood potlood. Rood, omdat die eerste ingevingetjes gaan dan in dit rode cahier. Nou heb ik de keuze hier uit een paar potloden, ballpoint, vulpen. Maar ik kies gewoonlijk de blauwe. Heel eigenaardig. Maar ik betrap mezelf erop dat het altijd blauw is. Dus rood wordt nu blauw. En nou, daar gaat dan een paar uur overheen. Dan wordt die eerste vondst bewerkt. Ik zeg, nou maar, hier staat Herman ging naar beneden. Dat wordt dan hier Hans liep naar buiten. Nou, lichte lunch. Kort tukje, dan is het 2:00 en begint de middagsessie, de eerste. Waarbij ik alles van de ochtend kan vergeten, heb ik gemerkt. Geef niet, die ochtend is er om los te komen. Ook dit eerste middaguur, van 2 tot 3, daar ligt hier wel een ordinair schriftje en een potlood. Maar ik gebruik dat uur om een fantastische punt aan dat potloodje te draaien. En om drop te eten gaat zeker een pond drop doorheen. Je ziet hier geen schrijfmachines of tekstverwerkers. Ik vertrouw niets van de geest aan een machine toe. Nee, hier ligt klaar speciaal groen doorslagpapier. Laat ik uit Polen overkomen. En dat beschrijf ik met een groene stift. Heel gek, groen op groen. Ik moet het bijna zelf niet kunnen lezen. Als ik het nog terug kan lezen, dan betekent het wat. Hier, nauwelijks leesbaar, de zin Walter wil wat. En die is terecht doorgehaald, dat is niks. Ik kan me dan heerlijk helemaal losdenken, als het ware.
helemaal leeg en los. En dan is het plusminus 4 uur verplaats ik me naar de serre. Dan ben ik echt volkomen ontspannen, lichamelijk en geestelijk. En wat dan binnenkomt, gaat via een hele gewone ballpoint op dit kopijpapier. En ik kom hier tot de zin, Wolter wil naar boven, die me nog niet bevalt, nog doorgehaald, want we zijn er nog niet. Het is een keihard vak. Nou goed, dan komt die eindfase en dat heb ik nog nooit laten zien. Ik wil dat wel prijsgeven. Primeur. Ik heb namelijk dus in de tuin een heel eenvoudig tuinhuisje neergezet. Dat wil je mij wel laten zien? Niks bijzonders, maar dat wil ik wel laten zien. Oké, okay. Aan Harriet Pille. Ja, kijk, niks bijzonders, gewoon rommeltje, gieter, oude fietsen, verfdroep. Maar daar ga ik dan in zitten, eind van de dag, nu of 5:30, 6. En dan schrijf ik uiteindelijk de eindzin waar het om gaat, waar die hele dag werk op is gericht geweest. Die schrijf ik hier op een heel gewoon A4-velletje met een viltstift. Moet er groot ineens uitgekwakt. En dat is de zin van gisteren. Helger stormde de trap op. Kijk, zo'n zin blijft staan, ook nu, 24 uur later. Het gekste bericht van de afgelopen week in Nederland was het bericht dat kwam uit het medisch kinderdagverblijf De Bolderkar in Vlaardingen. Ja. Hulpverleners van De Bolderkar die hebben op een totaal van 50 kinderen, gemiddelde leeftijd 4 jaar, 14 gevallen geconstateerd van seksueel misbruik. En op grond van hun rapporten heeft de kinderrechter toen 10 kinderen uit huis geplaatst. Die kwamen op een dag niet meer uit school. Belachelijk. Weggehaald. De Bolderkar. De onderzoekster heeft bij haar ondervragingen gebruik gemaakt van zogenaamde anatomische poppen. Dat zijn 30 centimeter hoge poppen met echte genitaliën en echt schaamhaar. En afgezien van het feit dat je hiermee het kind zijn pop afneemt, vind ik, dat lijkt me een hele traumatische ervaring als kinderen zien wat poppen doen. Die ziet ook zijn eigen poppen met andere ogen, zo'n kind. Is de waarde van dat onderzoek nooit bewezen? Die methode is helemaal niet zo waterdicht als men suggereert dat die is. Er is al gesproken over overalert reageren van hulpverleners en dolgedraaide hulpverleners. En het Kijk op de Week-team vindt dan ook dat eerst die onderzoekers zelf eens goed onderzocht zouden moeten worden. Ja. Daar hebben we een methode voor ontwikkeld. We hebben daarvoor een methode ontwikkeld en daar... Bij maken we gebruik van deze levensechte poppen, 1,65 meter hoog, met genitaliën en schaamhaar. En kleuters die alles zijn ondervraagd, ondervragen wij nog een keer. Mm-hmm. Wij zullen dat nu even simuleren, dat gaat zo. Is dit de mevrouw die jou de hele dag van die vieze dingen heeft gevraagd? Ja. En hoe zat ze dan op haar stoeltje? Helemaal stil? Of zat ze zo te wippen? Wippen. Zat zo te wippen, hè? Ja. Ja. En had die mevrouw kleertjes aan? Nee. Nee. En moest jij wel eens met je vingertje hier aankomen? Ja. Ja. En was die mevrouw daar helemaal nat? Dat heel nat, ja. Ja. Wat een enge mevrouw, hè? Ja. Ja. Weet je dat die enge mevrouw ook weg kan? Ja. Zullen we die enge mevrouw eens wegmaken? Ja. Zo, kijk. Daar gaat die enge mevrouw. Zo. En ga nou maar weer lekker met je eigen poppen spelen. Hé? Ja. Ja, afgelopen tijd. Tijd voor de Jorgenes. Dit was de 11e uitzending. En nou is het dit hele seizoen toch nog niet één keer gelukt om onbekommerd van die zee te genieten. Het is of de duivel daarmee speelt. Nou zijn we weer gebeld door de kustwacht van IJmuiden. Dat we moeten uitkijken naar 14 benzinecontainers die van een Frans schip zijn gevallen. Alsof wij niks beters te doen hebben. Lekker naar de Jorgenes kijken, moet je gaan uitkijken over de zee. Je wordt er toch gek van. De Bolderkar, schiet me nou eens te binnen. De Bolderkar binnen. Weet jij nog de tijd dat de Bolderkar alleen maar de Bolderkar was? Op het strand? Oh, ja. Ineens, die houten wagen met die schuine kant. En je vader trekken en jij zat te bolderen in die Bolderkar. Heerlijk. Door dat natte, harde zand. Ach, de Bolderkar vroeger. Zeer vroeger, dat is zeer vroeger, zeg. Oh, vroeger, vroeger. Toen dachten ze nog dat er een later kwam. Ja. Vroeger. Ach, jezus. Oh, wat waren de mensen gelukkig, hè? Nou, wat waren ze dom, nee, maar gelukkig. Nee. Jawel. Nee, wacht even. Ze beseften niet dat ze gelukkig waren. Dus waren ze niet gelukkig. Nou, dat is toch dom, niet beseffen dat je gelukkig bent? Ja, ik bel de kustwacht van IJmuiden. IJmuiden, een groene, Wim. Ja. Het is een groene. Jo.
Zeer gedeukt. Zeer gedeukt. We komen eraan. Oh nee, er zit niemand op.